Hoe zorgen we er nou voor dat die publieke waarden, zoals rechtvaardigheid, ook echt in de praktijk gerealiseerd worden? En niet dat we zomaar wat interessante ethische dingen over de schutting gooien bij de IT-professional, maar dat er vervolgens helemaal niet duidelijk is hoe we die waarden nou in de praktijk kunnen realiseren. Daarom hebben wij 4 aanknopingspunten en die wil ik nu met je gaan bespreken. Het eerste dat we moeten doen, is dat we anders moeten gaan nadenken over wat een IT-professional eigenlijk is. Frans de Fleu en Linda Kool hebben geschreven op onze blog dat IT-professionals zichzelf moeten zien als onderdeel van een professie. Net zoals artsen en advocaten ook samen een professie hebben. En dat komt omdat wat IT-professionals doen ontzettend belangrijk is. Bijvoorbeeld als het gaat om toepassingen in de zorgsector of in infrastructuur. 2. Het realiseren van publieke waarden mag niet vrijblijvend zijn. Dus daar hebben we ook wet en regelgeving bij nodig. De Algemene Verordening Gegevensbescherming komt eraan. En je ziet dat dat eigenlijk heel positief effect heeft op hoe bedrijven functioneren. Privacy Company schrijft namelijk dat die AVG een soort startpunt is voor een gesprek over hoe je privacy beter kan waarborgen in je bedrijfsvoering. En dat is een heel positief effect. Hebben we nodig. 3. De technologie waarmee de IT-professional werkt moet natuurlijk ook helpen bij het realiseren van publieke waarden. Jaap Henk Hoekman heeft daarom betoogd dat we moeten werken met open standaarden, zodat iedereen mee kan praten over hoe die technologie er precies uit zou moeten zien. Bernard van Riemsdijk pleit voor wendbare technologie, zodat we maatwerk kunnen leveren. Dus als bijvoorbeeld een toepassing is waarbij je data af moet staan, dat je alleen maar die data afstaat die echt noodzakelijk is voor de dienstverlening. Dus technologie kan ons ook helpen. 4. En dit is misschien wel het belangrijkste punt. De IT-professional moet ook de ruimte hebben om soms een kritische opmerking te plaatsen. Om zijn of haar vinger op te steken en iets aan de kaak te stellen, zodat die publieke waarden in acht worden gehouden. Dit is ook wat de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals betoogt. Zorg er nou voor, of het in de daily stand-up is of in hoe scrum-sessies worden georganiseerd, dat IT-professionals echt de ruimte krijgen om hun punt te maken.